Ik heb het 7 uur. Dus ik ga gewoon beginnen. Het is niet een gigantische lange lijf dit keer. Het is gewoon om jullie even te laten zien hoe ik een kaarsje maak. En we waren natuurlijk bezig geweest met de secretaire. En ik vind dat leuk, hè? Vroeger, long, long time ago, hadden ze natuurlijk geen elektra. En dan werd er geschreven bij kaarslicht. Nou, dat wil je natuurlijk. Dus wat hebben we daarvoor nodig? Een knoop. En hoe breed of je knoop is en wat voor knoop moet je helemaal zelf weten. Het enige waar je even rekening mee moet houden, is dat hij aan één kant vlak is. Als ik hem nou zo neer ga zetten, gaat hij een beetje wiebelen. Dus we zetten hem met de platte kant naar beneden. We hebben nodig stroken. Dit zijn stroken van, volgens mij zijn deze 2 inch. Even gluren. Nou, dit is even makkelijker. Ja, 2 inch zijn ze. En daar heb ik 2 A4 vellen voor gebruikt. Dit is, als ik het heel goed uit mijn hoofd zeg, 160 gram. Kan ik dat zien? Nee, dan moet ik alles weghalen. Nee, dit was niet de 100. Nou, 120 van 160 gram. Daar wil ik van afwezen. Ik moet eerlijk zeggen, de 240 vind ik nog mooier. Dat hebben we dus nodig. Je hebt nodig een lont en daar kan je dus een draad voor gebruiken. Je kan dus ook zeggen, ik heb oude veters, die bewaar ik. Die plastic dingen, die knippen we er gewoon af. Alhoewel, ja, ik zou ze eraf knippen. En die gebruik je ervoor, dan krijg je van die dikke kaarsen. Je kan, als je korte strookjes maakt en dan maak je ze heel lang en heel dik, dan krijg je echt van die kleine dikke stompkaarsjes, superleuk. Ik ga dit gebruiken, dus ik pak gewoon een stukje van, nou, pakweg 15 centimeter. De rest heb je ook echt niet nodig. Hier gaat ruim de helft nog van afgeknipt worden. Dan hebben wij nodig een lijmpistool. Nou, ik pak, hij is heet. Een cocktailprikker. En ja, lijm. Goed, wat ga ik als eerste doen? Als eerste ga ik even wat stroken aan elkaar plakken. En dat doe ik gewoon met een dun randje. Echt dun randje. En ze moeten echt aan elkaar zitten. Zover, ze moeten ook nog recht aan elkaar zitten. Doe je dat nou niet, dan krijg je dus gewoon een kaars met allemaal bobbels. Zo. Doe met een paar stroken. Ik weet namelijk nog niet hoe dik ik de kaars ga maken. Dit wordt dus gewoon een lange kaars. Nou, geen stomp. Zo. Dat blijft plakken, Stuur. Dank u. Ik leg hem dus op mijn plank. Of op mijn glasplaat. Want dan weet ik zeker dat hij recht zit. Oké. Nou, dan doe ik er nog eentje voor de aardigheid. En dan kunnen we altijd nog toevoegen als we dat willen. Zo. En daar begin ik mee. Goed. Oh, pot gesso hebben we ook nodig. En eigenlijk hebben we nog een beetje zwarte inkt nodig. Maar goed, dat is pas voor op het laatst. Wat ik eerst doe is met het theestokje, of het prikkertje, dat is op het randje leggen en ik druk het stokje erin. Dan gaat je papier al een klein beetje die vorm aannemen. Kijk, dan ga ik hem draaien, zodat hij dus om het stokje gaat zitten. Zo, nou, meer hebben we een stokje niet voor nodig. Dan pakken we het lontje en die lijmen we erin. Eén kant wil ik eruit laten en de andere kant, nou ja, die laat je er eigenlijk ook wel uit, maar een stuk langer en de andere kant een stuk korter. En dan gaan we die zo strak mogelijk proberen op te rollen. Dus ik druk hem nu eerst plat eigenlijk, een beetje. Dan kun je het lontje er goed in zetten en dan zie je dus al hoe het lontje zich vormt. Hij moet zoveel mogelijk tegen de kant. Als ik nou mijn nagel, in dit geval heb ik natuurlijk nagels, de buiten het lontje ga doen, kan ik hem weer makkelijker oprollen.
En dan probeer je hem... Oeh, hoornpiepen. Papier heb er heel veel moeite mee. En je probeert hem zo strak mogelijk op te rollen. En hij zegt mooi, weet je wat? Bekijk het maar. Ja, komt hij aan. Dat is de eerste. Nou, gaan we kijken. Zit het strak? Zit het redelijk. Dus ik doe even een streepje lijm. Wat ik doe, ik zet een lontje terug erin. Die zet ik dus in het lijm. Zo kan mijn lontje nooit ontsnappen. Anders heb je kans. Hi Sylvia, goedenavond. Anders heb je kans dat als je straks aan je lontje gaat trekken, dat je hem eruit trekt. Nou, dat wil je niet. Goed, daar komt hij aan. Dan gaat hij weer een stukje. Nou, het begin is even lastig hoor. Even vorm inbrengen. Misschien dat hij dan wat beter wil. Dit moet dus gerold worden. Hè. En dan probeer je zo plat mogelijk te blijven. Kijk, zie je? Linkshandig, hè? Dus dan moet gewoon naar me toe rollen. Ja, het is toch wel vrij dik papier. Dus dat is op zich prima. Wat ik doe is, ik zet hem wel steeds in model. Ik ga hem hier weer eventjes een streepje lijm geven, zodat het er niet uitrolt meer. En nou ziet het eruit als een rotje. Even in. Ik ga hem weer een stukje terug doen. Want hij wil hier zo verschuiven. Ik pak er ook wel meteen één die vreselijk eigenwijs is. Hij wil gewoon niet. Nou, lekker dan erin. Dat heb je goed. Wat een irritant kaarsje. Oplicht. Wat vind ik? Ik vind hem eigenlijk zo ook wel dik genoeg worden. Moet ik heel eerlijk zeggen. Hier krijgt hij nou een mooie rolling, een ronding. Deze lijmen we vast. Zo. Nou we dus echt een bommetje. Dan pakken wij de schaar en die grote die knip ik eraf. En toen kwam John van gisteren met iets. En toen dacht ik, oh, dat is leuk. Het was zondag. Zondag waren we bezig geweest met die telefoon maken. En daar, ah Jetty, hoe is het met Leila? En toen hadden we, had hij voor op de horen twee van die nep vaccinelichtjes. En dan heeft hij die vlammetjes bewaard. Nou, dat heb ik dus ook nog niet eerder gedaan, maar... Dat staat wel super schattig. Dus wat ga ik doen? Ik ga dit vlammetje... Nee, is niet waar. Niet het vlammetje. Ik ga het lontje in de fik steken. Die had ik nog niet gepakt. Want dan geeft het een leuk... kijk. Wel op tijd uitblazen natuurlijk, hè. Even kijken. Deze kunnen we er wel in lijmen. Oh, dat ziet er best wel grappig uit. Oké, dat gaan we doen. Dus die lijmen we erin. Heb je dat nou niet, dan lijm ik hem gewoon zo. Dat doe ik normaal gesproken. Dus John zegt, heb je hier wat anders? Nou, ik vast wel. Eigenlijk moet je een heel klein lichtje in doen. Dat is wel helemaal leuk.
Oké, die gaan we vasthouden. Hij staat alleen een beetje scheef. Ja, daar zou ik altijd wat op zeggen. Dat ga ik nu niet doen. Dan krijg ik ruzie. Goedenavond, Ingrid. Zo. En dan krijgen wij de hete lijpjes toe. Als eerste, nou, ik ben linkshandig. Het ligt bij mij dus rechts, heel handig, is de onderkant. Die onderkant, oh, zie je dat? Die lijmen we vast. En dat mag best wel. Ik doe het nu rechtshandig, hè? Dus het zal iets minder gaan. Kijk, die wil ook nog even niet blijven hangen. Geeft niet, mag er nog af. Oké, wat gaan we nu doen? Als je een gewone kaas in de fik steekt, gaan die dingen altijd druipen. En dat gaan we dus nu doen. Dus ik zet gewoon een druppel erop. Die laat ik eigenlijk opvallen. Zo. Tussendoor even laten drogen. Want hij, zo heet, hij gaat nog lopen zelfs. Dat is wel mooi als hij loopt, want dan zie je dus echt dat hij gaat zakken naar beneden. Ja, je mag aan het werk. Ik weet het niet, John. De Pesco. Ja. Daar heb ik eigenlijk geen, ja, heb ik eigenlijk wel rekening mee gehouden. Want John zei het nog, van begin je later. Dus ik nou eigenlijk vandaag niet. Ik wou hem opvangen. Maar ik laat hem gewoon gaan, hè. Ik ga rondom. Hier en daar. Wat druppels aanbrengen. Dus ik knijp gewoon in mijn pistool. En ik laat die druppel zijn werk doen. En al die draden halen we ze open. Alles gaat open tot 10 uur. Oké, dat was inderdaad... Oeh. Ook al uitgelekt. Hier wil ik er nog één. Oké. Ik laat dit eventjes een beetje uitharden. Kijk, je ziet hier inmiddels allemaal draadjes. Zal ik ondertussen nog even eentje gaan rollen. Dan kan deze even uitdrogen. Die laat ik even gaan. Die gaan we zo meteen afmaken. Nou, in die tussentijd. Even kijken. Maak gewoon nog even eentje. Nee. Dit zijn gewoon de meest normale knopen die je hebt. En die werken er het beste voor. En ik zag, kijk, ik heb hier ook een hele brede. Dus allemaal de knopendoos bij oma gaan opsporen. De lijn, ik heb ietsje, ik zal even iets naar voren doen, staat hier nog een beeld. Kan je pas echt zien dat hij goed uitgehard is als hij echt wit is. Hè? Kijk, hier kan je dat ook zien. Dan is hij echt helemaal uitgehard. Even, kom op. Ik wil hem even vast dat setje geven, maar hij wil er nog niet echt lekker.
doorrollen. Nou, gaan we nog een rondje. Hadden ze voor de rest nog wat spannends te vertellen? Of was het alleen tot horeca tot 10 uur? Mondkapjesplicht wordt gehandhaafd? Ja, pasjes. Pasjes? Oh, de QR-code blijft verkracht. En dat was hem? Quarantainebeleid? Okay. Goed. Ja, wij kijken het de hele tijd positief. Wij zijn zo positief. Oh nee, we zijn nu negatief. Zo. Oh, deze gaat beter. Voelt dat je weg wilt schieten. Thank you, my dear. Kijk. Zie je? Het is veel te ruim. Is niet goed. Dus ik ga hem toch weer open doen. Maar ik heb hem al vastgelijmd. Maar ik vind hem niet mooi. Laat los. Natuurlijk niet. Even kijken. Mondkapje inderdaad. QR-code laat zien. Klassen niet meer in quarantaine als de klas bestemmingen zijn. Bestemmingen zijn of besmettingen zal dat moeten zijn. Oké. Okay. Nou, dan hebben die kinderen van mij pech. Of eigenlijk nou ja, helemaal nog niet geweest met dat de klas in quarantaine moest. Goed, poging nummer 2. En dat is dus het kwestie van het strakke oprollen. Want het ziet er anders gewoon echt niet uit. Dus eigenlijk is het niet zo heel erg veel nieuws. Nou, Ingrid, dan moeten we binnenkort maar afspreken. Ja, ze zit nu thuis tot maandag. Oké, 3. Nou, weet je, Angie die kwam ook al gisteren. Was gisteren? Gisteren kwam hij thuis inderdaad. Ja, er waren de 2 positief en er waren een aantal zieken. En er waren er nog eentje, daar hing er nog vanaf. Die was ook getest. Dus ik heb hun ook meteen weer getest. En ze waren gelukkig weer negatief. En die ene die getest zou zijn, die is dus nu nog, tenminste, die is niet geweest vandaag. Maar ja, ook geen uitslag van binnen. Dus eigenlijk geen idee. En ik weet dat als dat kind bij zijn moeder is, dan wordt hij niet getest. Want moeders vinden het allemaal maar onzin. Terwijl ze zelf ziek, zwak, misselijk en een groot gebruiker in medicatie is. En dat is helemaal niet erg, maar speelt dan ook niet met de gezondheid van een ander. Maar oké. Okay. Oh, ik denk, hoe kan het nou? Ik heb mijn telefoon toch uitgezet, maar die van Angel ligt naast me.
En ja, wij testen, nou ja, de kids die worden dan 2 keer in de week, die test ik dan. En dat blijf ik ook gewoon nog even doen. Oké, ik ga deze eraan zetten, want ik heb hier natuurlijk een grotere kandelaarachtig iets. Dus die zet ik erop. En ik maak er gewoon een soort grote stompkaars van. Normaal gesproken zou ik hem wel kleiner maken. Zodat je een wat kortere stompkaars krijgt, maar oké. Dus ja, dus of het hoe het daar naar zat met qua besmettingen, ik heb geen idee. Dat, je wordt als ouders zijn er tegenwoordig ontzettend goed op de hoogte gebracht bij die schoonman in huis. Overal moet je zelf maar achteraan rennen. En ondanks dat wij het jaar uitgingen en ingingen wel positief, zijn de kinderen nog steeds negatief gebleven. En ze hoopt nu ook eindelijk zijn eerste enting binnen. Dus vindt hij zelf wel heel fijn. Ik zei eigenlijk ook wel. Nou, deze wordt niet zo super netjes, zie ik alweer. Maar goed, dat is eventjes tot jullie het idee krijgen. Hoe bouw ik een kaars? Kijk, hij zit gewoon scheef, hij wil niet. Hij wil gewoon echt niet. Goed, als jij niet wil, dan vind ik het prima. Dan knip ik je gewoon af hier. Want ik krijg nu kramp in mijn handen. Zo. Ah, lekker. Oké. Goed, dit is dan het tweede rotje. Die gaat korter, die gaat de fik erin. Oh, het ruikt ook zo lekker verbrand, hè? Oh, je ziet hem net niet lopen, hè? Dat is wel jammer. Eigenlijk zou ik de camera moeten draaien, want dan zie je dus echt dat die druppel naar beneden valt. Dus ik knijp hem eigenlijk... boven de kaas laat ik hem op een druppel en dan tik ik hem eigenlijk alleen maar aan. En nu denk je, nou, ziet het er niet uit, klopt. Probeer wel te vermijden dat je met je punt van je hete lijmpistool het papier aanraakt, want die is daar niet blij. Oké, die kan uit. Oh. Goed, nou mag jij even in de wacht. Deze is nu inmiddels, kijk. Ik zie dus echt dat de lijmdruppels gevallen zijn. Dit was mijn eerste, die kun je ook zien. Die vind ik ook altijd het lelijkst. Hier hangen nog de draden, die halen we wel even weg. Die is hier ook. En dan valt die hier ook, het laatste stukje. Goed, en dan nu. Dan komt de gesso. Dit gaat even aan de kant. Dit gaat aan de kant.
Oh, vroeger hadden ze geen kleurtjes. Vroeger had je alleen witte kaarsen. Nou ja, wit. Eigenlijk waren ze gewoon heel ranzig. Wat we gaan doen, we maken dat hele kaarsje wit in de gesso. En dan denk je, ja, maar dat papier is toch al wit? Ja, klopt. En toch schilderen we hem over, want het witte papier of gesso, het geeft toch een ander effect. Dus eigenlijk hetzelfde effect als wat we gedaan hebben met de fles. Hey Rianne! Wat? Ja, dat, wat? Oh. Ik schrik me rot. Nee, schat, je hebt vrijdag studiedag. Ja, dacht ik ook net aan. Ja, vrijdag om Damien. Oh nee. Ja. Run. Oh, help. Kan ik me weer geen houding geven? Alleen als ik dat doe, hè, Rianne. Ik heb dat inderdaad ook wel eens gedaan hoor. Het gaat bij mij zo hard. Dus dan heb je meteen zo'n hele grote bloep. En wat ik doe, ik smeer hem gewoon helemaal vol. Zo, met gesso. En dan krijg je een hele rare kring erin. Dat ga ik zo... Hey, mijn beeld sloeg vast. Dat ga ik zo even laten zien. En als je namelijk een kaars brandt, heb je altijd zo'n raar kuiltje. Weet je wel, met allemaal van die rare opstaande randjes. Ah. Morgen. Wat een rotdag, zeg. Ik vind het zo niks op woensdag. Nee, hier hebben ze, weet het. Vrijdag studiedag. Nou, eigenlijk zoveel studiedag. Dan is het gesprekken voor de groepen 8. Dus dan wordt weinig uitslapen voor Sherry. Want dan hebben we om 8:30 al het gesprek. Nou ja, daarna is ze klaar. Krijgen we een logeetje. Is ook wel weer gezellig. Oké, ik laat hem nou heel even drogen. Even snel met de heatgun erover. Oh ja, ik heb geen kleintje. Als je dit doet, blijft ze niet op één plek. Dat lijm, dat wordt gewoon verhit, hè, met de heatgun. Het gaat mij er nu even om dat ik hem een beetje vast kan pakken zonder dat ik meteen vol zit. Ja, ik heb meerdere pistolen en dit is dan ja, eigenlijk een van de weinigen waarmee ik werk. Goed, ik heb hem nu zo. Kijk, je ziet het hier al. Moet ik eigenlijk nog wel even overheen, want ze hebben nog niet meer gepakt. En zo is nu mijn bovenkant. En dan moet ik even wachten totdat ik beeld heb. Kijken of jullie dat kunnen zien. Ja, hij is scherp. En dan slaan we het beeld vast. Ja. Zo is dus mijn bovenkant nu. Goed. Die laat ik heel even drogen. Even kijken hoe het met die gaat. Yes. Dit is natuurlijk al een veel dikker. Ga je serieus zingen? Run. Dan ga ik ook even net bij de zee hoor. Nou, sorry, je hoeft niet zo te schreeuwen. Je hoeft niet te zingen. Wat je dikkie. Ik ben een kaars aan het maken. Mooie kaars? Ja, weet ik niet. Zet je hem voor je raam vannacht? Nee. Oh. Ik ben ook weer precies zo'n persoon die gewoon letterlijk die kaars aanhoudt. En bronk zo het hele huis in de fik zetten. Nou, ik denk dat het heel snel afbrandt dit hoor. Je stopt het in de fik en boef, weg papier. Okay. Dat is een liedje, schat. Oh. Daar kan ik wel gaan zingen, maar dan is meteen de hele stream leeg. Run. Run. Oh, hij zegt niks, maar als hij wat zegt, is hij altijd heel droog content. Wat heb jij eigenlijk aan de aansteker? Nou, kijk, ik steek ook de kaarsjes in de fik. Oh mijn god, je doet het letterlijk. Ja, tuurlijk. Ja, precies, van Rob de Nijs. Oh, jij hoort ook bij de oude garde. Wie? Rob de Nijs. Wie is Rob de Nijs? Nou, dat is een zanger. Nou, nu niet meer, maar...
Zingt hij nog steeds? Ja. Oh, ik dacht dat hij iets van een of andere ziekte had. Ja, moet ik even zingen. Ja, oké, dan kan je wel zingen. Ik kan altijd nog met je handen klappen, dan kan je ook zo mee die. Nou, dat is de... Wat heb je? Alzheimer heeft hij toch? Of had hij nou wat... Wat is voor haar ziekte? Alzheimer is een hersenziekte. Weet ik niet. Oh. Ja, weet ik ook niet meer. Ik heb in de gaten. Yes. Volgens mij wordt Enzo vermoord boven. Nee, laat maar gaan. Even spelen met Damien. Nou, dit klinkt niet als dat hij aan het spelen is met Damien. Dit klinkt meer dan spelen met Valentijn. Ik denk als hij zo met Damien speelt, dan krijgt Damien op zijn flikken. Nou, hij scheelt alleen Enzo. Dat is waar. Hij is bezig met een as. Oh, Parkinson. Ja, ik wou al zeggen. Volgens mij heeft hij last van de trilziekte inderdaad. Oh nee, dat blijkt heel erg te zijn. Weet je wat ik zit heb? Ze is geen handjes. Ja, nee, dat is wel wat anders. Goed. Nou, even de bovenkant. Jong. Oh, niet mijn lontje. Niet mijn lontje. Dat is een big lontje. Niet dat lontje. Je houdt het lontje aan. Waarom is die dik? Wat? Oh, nou ben ik mijn lontje. Uh-oh. Oh. Lontje gebroken. Nee, lontje. Arm lontje. Nee, maakt niet uit. Restpief lontje. Of minuutje stond hij uit? Of niet? Hè? Wie en wat? Dat lontje. Hoe lang die er stond? Ja. Nou, ik denk een minuut of vijf. Oké, hij heeft maar een minuut of vijf overleefd. Ja, precies. Zo. Ach. Oh. Zit je nou gewoon mijn andere kaarsje te lachen? Nee mooi, ik leg jou uit, want jij staat de kaars aan. Wil jij heel even naar boven lopen, Serenity? En even vragen of die normaal wil doen? Ja. Nou, gezellig. Welkom, Drosje. Of je veel gemist hebt? Ja, een half uurtje. Ik ben aan het uitleggen hoe ik een kaarsje maak. Rianne doet het wel anders dan ik. Wat heb ik gedaan? Van strook op papier heb ik eens een papiertje of een draadje ingedaan. Dat ik gebruik hempkoord daarvoor. En heel strak oprollen, tussendoor lijmen. En dan steeds met een druppel hete lijm laat ik vallen. Ze knijpt in de pistool en ik laat hem vallen. Ik leg hem tegen de kaars aan. Nou, dat. En nou ben ik alles, nadat alles droog is, aan het wit plamuren met gesso. Ik heb gezegd. Thank en you. Ik heb niet met wie gespeeld. En? Jeremiah. Jeremiah, oh ja. Ja, dan moet je ook schreeuwen. En dus, nou dat. Ik plak het kaarsje trouwens op een knoop. Kijk maar, het is gewoon een normale knoop. Extra aandacht geven aan je druppels. Die zijn met hete lijm. Dus het duurt even iets langer voordat de gesso het pakt. Tot hoever doe jij hetzelfde, Rianne? Oké. Okay. Ook hier het kandelaartje nog even. Sterretje, ja? Wil jij even mijn beker met een laagje water? Water? Ja, water. Mijn beker die daar ligt, op daar ligt, met kwasten erin. Oh! Okay. En dan mogen de kwasten er wel uit, alsjeblieft. Maar er maar één kwast in. Ja, dat maakt niet uit. Ik wil nog het randje hebben. Ik wel. Met kwast erbij. Ja. Yeah. Yes, thank you. En wat is ons stem, meneer? Ik heb geen idee. Die haalt ze uit de verpakking, toch? Wat? Nee, Rianne doet het op timmetjes, meneer. Hey. Vlieg je. En een ons stem, ze hebben het over holts, toch? Timmetje, neem ik aan. Goed,
dan pak ik een zwart. En ik druk hem gewoon af op mijn craft sheet. En is het zwart? Dit is zwart. Kijk, mijn black shoot. Oh. En ik pak de pomp. En ik pak een nieuw penseel. En even kijken. Ik vind jou wel wat. Ik heb hier een heel fijn penseel. Oh, nou laat ik me niet die water pakken. Die is heftig. Nou nee, ik wil hem eigenlijk wat wateriger hebben. Heb je nou grijs hickory smoke? Dat zou ook heel goed kunnen hoor. En wat ik nou doe, dat is gewoon een beetje kloptimmelt kwasten. En hoe doet Timmetje? Ja, hoe doet Timmetje dat? Kijk, je ziet wel dat komt wel wit af, want dat is niet zo heel erg. Zo. En dan had ik een doek vroeger. Hiernaast. Daar doek. Oh, de veertjes komen. Speciaal doek. Een speciale doek. En dan dep ik hem eigenlijk weer een beetje in droog. Hi Maya. Ja, geen sorry. Nergens voor nodig. Kijk, en dan wordt het een beetje een vieze, ranzige kaas. Een beetje extra zwart hier in de randjes. Okay. Is dit makkelijker wat ik doe? Nou, dan heb je dit. Kaasverf met Shabby. Schudders daarna Krylon Wonder Saint vies maken. De kaasverfje. Het is wel met papier ook. Met Shabby Shutter. Wat is dat dan? Oké. Maar is het dan ook wel zo dik en stevig of dat niet? Want dit is echt gewoon keihard nu. Ja, ik heb ook wel crayons hoor. Ja, dat is een hoop. Dat is eigenlijk iets wat mensen heel weinig hebben. En krijt. Inderdaad, wat? Crayons en krijt. Ja, nee, crayon dat is in dit geval ja, is ook een soort van krijt. Maar speciaal voor Timmetje. Oh. En als gauw je het met een vochtige vinger of een babydoekje bewerkt. Hij reageert op vocht. Ja, ik vind het geweldig. Mam houdt ervan. Ja, precies. Ik hou ervan. Als ik zelf projecten maak en werk, ik er eigenlijk altijd wel mee. Je project ook of niet? Dik papier. Ik normaal ook dik papier. Maar ja, die heb ik niet meer. Wat doe jij? Wat ga je doen, liefje? Naar boven. Oké, schat. Maar wat vroeg jij nou nog? Ben het vergeten. Oh, slim. Oké. Ik weet het niet meer. Doei lief. Ga je slapen, nee toch? Nee, die is heel boos van ons. Koetje, ja, ze willen aandacht weer. Dus we moeten even wachten. Ik heb net al aandacht gegeven. Ja, dat zal. Ik ga het wel eens een keertje uitproberen. Ja, is misschien wel een leukert. Kijk, nu heb ik iets te hard gepoetst. Nee, ze is nu weer een beetje transparant geworden. Nou, dan zet ik hem naar de achterkant. Je kan hem ook gewoon bijwerken weer hoor. Kijk, ik heb bijvoorbeeld hier ook nog wit verf. Als het goed is. Kijken of ik hem weer een beetje werkbaar krijg. Nee. Nee, dat lukt niet meer. Hij is echt droog. Dit is Mixed Media Crew.
Niet te hard wrijven dus, want dan haal je je verf er weer af. Zo. En dan zie je meteen waar je het opnieuw hebt gedaan, omdat die zwarte stukken, de witte stukken er meteen weer aan zitten. En meteen een beetje zwart maken. Hopla. Goed. Nou, dat is eigenlijk dus hoe ik de kaarsjes maak. En als je wilde, kan je nog zelf zeggen van, nou, ik wil er nog horentje of van die draagdingetjes, hoe noem je dat nou, van die beugeltjes aanmaken, zodat je het kaarsje zou kunnen tillen. Doe ik niet, ik laat het ook gewoon zo. Oh nee, ik zou nog even kijken, hè. Ik had nog die gekke vlammetjes. Zo. Ik heb mijn alcoholinkt er nog niet afgehaald, hè? Ja, het is echt heel leuk, hoor. Even kijken. Kijk maar, die vlammetjes, die kan ik hier opmaken. Nou, dat doe ik normaal niet, maar... ik vind ze wel grappig. Ik ga kijken of dat wil plakken. Nou, hij is nog niet helemaal droog, dus dat plak ik nog niet nu. Ja, nou, dat. Dus die vlammetjes, die komen er nog op. Dat zal morgen worden, denk ik. Au. Super schattig, toch? Heb je echt oude kaarsjes. Kun je ze groot, is ze klein, is ze dik en alles maken als je zelf wil. Nou, dames, dat was hem eigenlijk voor vandaag. We moeten voor... Wat ik nog wel in de secretaire wil maken, dat is iets van een klein boekje. Of misschien wel meerdere boekjes. Is daar behoefte van dat ik blokboekjes maak? Nee, de telefoon die ga ik aan de bovenkant van het kastje zetten. Ja, dat begint ook al heel wat te worden. En dat is me een gekledder. Wou je hem al zien, zover die tot nu toe is? Wacht, ik kan wel even pakken. Dit is mijn horentje, dus die moet ik nog helemaal doen. En dit is hem tot nu toe. Hij is echt heel hard. Ik heb dat gedaan A1 en met gaasverband. Ik had het toen gezien van Beatrice. Die had lappen stof in de A1 gedaan. Ik denk, nou, zal dat nou echt zo werken? En ik denk, ik ga het gewoon proberen met het gaasverband. En het werkt gewoon. Het is een vreselijke zooi. Want ik zit in een papieren bekertje te werken en dan met allemaal kleine lapjes. En, want dit moest natuurlijk heel stevig vast en er moest toch wel een beetje een deuk in komen om dit erin te zetten. Nou, dat gaat gewoon hartstikke goed. Dus deze die wil ik, ik denk ook dat morgen, nou misschien, ik wil morgen ook even gaan rijden. Ik heb vandaag een autootje binnengekregen, dus helemaal happy de peppy. Dus morgen even omwikkelen, denk ik. Dan kan die ook even uitharden. En dan kan ik gaan bewerken. En daar heb ik eigenlijk wel heel veel zin in. En dit zijn dus ook de dingen. Kijk, want ze horen met een gewoon batterijtje. Oh, ze komen bij Kik vandaan. Zie je dat? Weet ik niet eens. Wist ik niet eens. Maar daar komen dus deze dingetjes vandaan. Dus als je die gaat gebruiken, trek die vlammetjes eruit. Die kan je weer herbruiken. Wij gebruiken alles. Dus die gaat bovenop het kastje. Want hij is wat te groot voor op de bureau. Wat heb ik nu? Ik ga even pakken. Voor ideetjes, hè. Inkpotje. Ja, ik heb nu mijn inkpotje. Kijk, die veer die hadden we al gedaan met... heb ik op het laatst heb ik hem in zwarte inkt gedoopt. Zodat ik wel een beetje een pennetje heb. Au, pennetje heb je. Ja, sorry, het werkt even niet helemaal mee. Dit is het
één potje geworden. Hier en daar zie je nog wat blauw er doorheen. Onderkant ook vind ik niet erg. Ik heb er met cold flakes op gewerkt. De dop heb ik niet geverfd. Ik vond hem wel leuk, maar daar heb ik dus ook met cold flakes. Nou ja, je kan hem er zo op zetten. Maar ik ga hem eigenlijk de nonchalant achter gooien. En nou, dit ziet er gewoon super leuk uit. Even kijken of dat goed in beeld is. Hier heb ik die andere mini zegel op gedaan. Dit is gewoon ook weer een stukje perkament, heel dun perkament. En daar heb ik de randjes weer van opgeruwd. Ik heb hem weer met vintage foto overheen gedaan. Dus weer een scroll. Die kan erin. Ik heb... Dit even terugzetten hoor. Een heel oud apothekersflesje. En nou ik deze toch in mijn handen heb. Deze moest ik hebben. Want daar ben ik niet aan toegekomen. Apothekersflesje, daar heb ik ook weer een scroll in gemaakt. Er is gewoon niks in, hè. Niks opgedrukt, niks opgeschreven. Randjes gedaan, bruin gemaakt, opgerold. En dan ook weer met dat hempkoord. En ik moet nog eventjes, want daar ben ik niet aan toegekomen. Het draad wat bruiner maken. Zo. Wij zijn allergisch voor wit draad. Ik heb de dop vastgelijmd, want anders ging hij steeds toink naar boven. Dus de flessenpost hebben we ook. En verder ben ik ook nog eigenlijk niet verder gekomen. Die gaat er even in, want dan kan mijn deksel dicht. Nou. Dus dat tot nu toe. Nou, nu dan twee kaarsjes. Ik denk dat ik er nog eentje bij maak. Want drie is altijd leuker, hè? In oneven aantallen werken. En ik wil dan toch kijken voor nog wat boekjes erin maken. En verder, ik weet het niet. Ik ga dat zien. Misschien dat ik zeg zondagavond. Als alles... Het is het nu dinsdag, hè? Als alles mee zit. Ja, die knullen ze dan al weg. Dus dat ik zondagavond misschien zeg van ik spring toch nog even live... Tot ik nog even boekjes online gemaakt. Ik zit te denken aan iets van blokboekjes. Ik zie het wel. En anders dan ga ik... ja, weet ik ook niet. Ik weet het helemaal nog niet. We gaan het meemaken, dames. Oh, koffie was ik zo moe toe. Ja, nou, dat was het voor vandaag. Het is niet echt een gigantische lange lijf. Maar dat geeft niet. Dit is gewoon leuk om te doen. Dames, ik wens jullie nog verder een hele fijne avond. Ik ga mijn handen cleanen. En dan ga ik hier al even lekker plat. Lijkt me een heel goed plan voor vandaag. Hey, dankjewel voor het kijken. Succes en laat zien wat je ervan gebakken hebt. Doei doei. Ja, was leuk. Vond ik ook. Doei doei.